Heel veel buddies, het is vrijdag, dat betekent hashtag filmreview. Ik had even wat trouble met het uploaden afgelopen week. Ik zat gewoon bomvol in mijn agenda, maar ik luister wel naar wat jullie te zeggen hadden. En Bridge of Spies was de film die ik moest reviewen. Dus bij deze, de 27ste future film van Steven Spielberg en alweer de vierde samenwerking met Tom Hanks. Ik denk dat je toch wel mag stellen wanneer Tom Hanks en Steven Spielberg samen iets maken, dat dat dan automatisch in goud verandert. Een van de dingen die ze bijvoorbeeld ook hebben gemaakt, Catch Me If You Can, Saving Private Ryan. En als je niks te doen hebt komende kerstvakantie, ga alsjeblieft de serie Band of Brothers kijken. Oeh, wat is dat lekker zeg. Maar hun allernieuwste samenwerking is dus Bridge of Spies. We gaan even terug, net na de Tweede Wereldoorlog. De Sovjet-Unie versus Amerika. Oeh, die kunnen hun bloed ook wel drinken. Het is ongeveer te vergelijken met Nederland tegen Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog zelf. Maar wat gebeurt er? In Amerika wordt er een Sovjet-spion opgepakt. En deze meneer Donovan, gespeeld door Tom Hanks, moet deze man gaan verdedigen. Tegelijkertijd wordt in de Sovjet-Unie een Amerikaanse spion uit de lucht geschoten en gevangen genomen door de Sovjet-Unie. Amerika en de Sovjet-Unie willen natuurlijk allebei hun eigen spion terug. En wie mag dit zaakje gaan oplossen? Donovan. Achteraf had ik het idee dat het bij Donovan wel best wel makkelijk afging. Alleen een jasje wordt gestolen. Hij wordt wel flink tegengewerkt door de CIA, omdat hij natuurlijk een Sovjet-spion helpt. En een mooi stuk is dat hij op een gegeven moment in Berlijn is en dat hij in een krakkemikkig huis zit wat op het punt staat om in te storten en de CIA-agenten in een mooi chic hotel. Ik kan niet zeggen dat ik heel erg veel sympathie heb voor Donovan omdat hij het zo zwaar had, mentaal en fysiek, maar toch heb ik wel enorm veel sympathie voor hem, maar dat heeft een andere reden en dat vertel ik straks. Op een gegeven moment is er een scène op de luchtmachtbasis en daar vertelt een officier aan de piloten en spionnen: hey, dit is de dollar, mocht je ooit worden opgepakt door de Sovjet-Unie, gebruik die dan. Wat is er nou met die dollar, dacht ik. Ik snapte het niet, het werd mij niet echt helemaal goed uitgelegd. Nou, als je de film gaat kijken, de dollar is een muntje met daarin een pin die allemaal helemaal volgestout is met gif en alleen een beetje met dit kun je dus zelfmoord plegen. Goed verhaal, lekker kort. Wat me heel erg opviel was ook wel het verschil tussen de behandeling van de Sovjet-spion in de Amerikaanse gevangenis en de Amerikaanse spion in de Sovjet-gevangenis. Alsof ze daarmee eigenlijk wilden laten zien hoe geweldig Amerika is en hoe de Sovjet-Unie is. Eeuwige propaganda altijd, hè. Maar er zijn ook redenen waarom je wel naar deze film moet. Het is een waar gebeurd verhaal, dames en heren. Love that! En het is ook nog gemaakt door Steven Spielberg en Tom Hanks. Maar behaalde successen in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat ik wel heel erg fijn vind aan deze film is dat hij heel erg goed volgbaar is. Omdat Donovan, gespeeld door Tom Hanks, gewoon één duidelijke visie heeft. En dat is rechtvaardigheid. Of je nou een Sovjet-spion bent of wie dan ook, iedereen heeft de gelijke rechten. Wat ik wel heel erg mooi en duidelijk vond was dat er niet heel erg veel wordt ingegaan op Gary Powers, de Amerikaanse piloot en spion. Maar dat hij duidelijk de chemie tussen Tom Hanks, Donovan en de Sovjet-spion Abel, dat hij dat dient. Want als er één ding is waarom ik deze film zo geweldig vind, is het toch wel de soort van kameraadschap tussen Donovan en Abel. Ik krijg er ook een beetje kippenvel van als ik over nadenk, maar je voelt echt dat dat twee maatjes zijn geworden of worden in de film. En dat maakt de film naar mij echt magisch. Naast de vriendschap tussen Abel en Donovan vind ik ook de subtiele humor die wordt gebracht aan toch best wel deze serieuze thriller geniaal. Er is een scène waarin Donovan thuiskomt en aan zijn vrouw en kinderen vertelt dat hij een speciale zaak heeft waarin hij een Sovjet-spion moet gaan verdedigen. Tegelijkertijd komt zijn dochter de eetkamer binnenlopen, waarop Donovan zegt van: huh, maar jij had toch een eetafspraak, een date vanavond? En op hetzelfde moment komt er een jongen binnenlopen en ik ga voor dus niet vertellen wat er gebeurt, maar op cameratechniek en camerawijze weet je gewoon wat er aan de hand is. Ja, daar word ik blij van. Voordat ik het vergeet, dikke props naar Mark Rylance. Wat een geweldige acteur is dat. Steven Spielberg ontdekte hem nadat hij een Tony Award had gewonnen. Dat is een theaterprijs voor acteurs. En hij speelt trouwens ook in The Big Friendly. Nou, in ieder geval de grote vriendelijke reus. Dat is de volgende film van Steven Spielberg. Maar deze Mark Rylance, oh, die dus de Sovjet-spion speelt, hè, Rudolf Abel, wat een geniale vent is dat. Hij speelt met zoveel kalmte. En wanneer Donovan dan ook vraagt van: are you not afraid of whatever, zegt hij iedere keer: would it help? En dat terugkerende ding is ook weer humor. En dan denk ik bij mezelf, ja, dat is gewoon een goed in elkaar gezette film. Zeg ik het goed? Is dat een goede zinsopbouw? Deze film is goed in elkaar gezet. 4,5 ster voor Bridge of Spies. En dit is de hashtag Beelzer van deze week. Pew!
Ontzettend bedankt voor het insturen van jouw hashtag Beel Selfie. Ga je dit weekend naar de film, maak dan ook de jouwe. En wie weet zit hij in de volgende hashtag filmreview. Heb jij nou zelf vragen over de film? Of jouw mening over Bridge of Spies? Wat vond jij geniaal of juist hartstikke vervelend aan deze film? Laat het dan even weten in de reacties. Ik ben ook benieuwd naar jouw mening. En anders check ik jou bij de volgende video. Later!